Frans van Geurts, tot vanochtend, donderdag 13 juni, ongeveer 10:30, eigenaar van sterrenrestaurant Ivy. Vanaf vandaag eigenaar van restaurant FG, FG restaurant moet ik zeggen, FG restaurant. Allereerst, waarom deze naam? Ja, het is nou gepersonaliseerd. Hè? Dus het is nu mijn eigen naam en ja, die kunnen ze niet meer afpakken. Hè? Dus ja. Enige tijd geleden kwam in de media ineens het bericht dat restaurant Ivy zijn naam moest wijzigen. Dat zou voor u zelf geen verrassing zijn geweest. Wat kunt u vertellen over, laten we het noemen, conflict? Ja, kijk, we dachten namelijk gezien de andere zaken die in Nederland ook speelden een aantal maanden geleden. En die werden wel gewoon afgewezen. En dat waren notabene twee restaurants met dezelfde naam in Nederland, met 125 kilometer verschil. Dus dan zou je bijna zeggen van, hey, wij zitten hier, hun zitten in Londen. Ja, dat is toch echt iets te extreem. Buitenom het feit dat in heel Engeland nog 20 restaurants zijn met de naam The Ivy. Hè? Dus ja, het gaat net even te ver, denk ik. Maar ja, laten we maar positief oppakken en een goede wending geven, denk ik. Ja. Heeft u nog wel overwogen om de zaken echt tot op het bord uit te gaan vechten? Of was de knop op een gegeven moment snel om? Kijk, het vonnis heeft gezegd dat we natuurlijk snel de naam moeten wijzigen. We gaan natuurlijk wel een hoger beroep. Dus dat loopt. En voor de verder rest ja, gaan wij gewoon door waar we goed in zijn. En dat is gasten verwennen. En dit is dan nu maar een bijzaak, denk ik. Ivy was vernoemd naar uw moeder. U kiest nu met de nieuwe naam voor echt uw eigen identiteit. Is dat belangrijk? Is dat een hele, ja, natuurlijk is dat een overweging geweest, maar waarom onder uw eigen initialen? Ja, kijk, als je restaurant begint, dan is de naam natuurlijk een van de moeilijkste dingen. En nou, die heb je goed onderbouwd. En op het moment dat je nu dit soort dingen meemaakt, dan ga je eigenlijk terug naar de basis. En dat is ook met het koken zo. Maar ik denk dat je gewoon het verhaal meer persoonlijk moet maken. En dat is wat we nu gaan doen. Ja. Nu staat u natuurlijk ook in de markt bekend als Ivy. Gezien de drukte vandaag hoef ik misschien eens wel zorgen te maken over de marketingcampagnes. Maar hoe nu verder? Ik denk dat we ook gezien deze tijd nog een schepje erbovenop moeten doen. Onszelf nog meer moeten laten gelden op een positieve manier. En dat gaan we zeker laten zien. Bent u en is uw restaurant op deze plek nu future-proof, zoals dat zo mooi heet? Ja, kijk, niks is zeker in het leven. Hè. Dat hebben we nu al meegemaakt. Dus ja, laten we zien hoe het allemaal loopt in de toekomst. We zijn er wel klaar voor. Dus, Hoe gaat u het binnen doorvoeren? We gaan in de toekomst wel wat dingen nog veranderen. En nog beter voor de gast maken. En ervoor zorgen dat we onze prestaties op kookgebied nog beter kunnen vertegenwoordigen. En ja, dat zal de toekomst moeten uitblijken, denk ik. En nu is er volledige tevredenheid met de nieuwe naam of overheerst toch nog een beetje de nare smaak van het verhaal vanuit Engeland? Ik denk dat we nu vooruit moeten kijken. We hebben een geweldige tijd gehad met Ivy en nu gaan we een geweldige tijd aan met de nieuwe naam. Dus, Laatste vraag, wat vindt uw moeder ervan? Ja, mooi. Het is nou echt je eigen naam, hè? Je eigen winkeltje en dat moeten door gaan voeren.